Hallo, ik ben Leo Keuvelaar, oprichter van Aikido-vereniging Bushidojo. In deze korte presentatie willen wij u laten zien wat de vereniging voor u kan betekenen. Zowel voor de kindertjes, de hele kleine kindertjes, de kaboutertjes zoals wij ze noemen, en voor de jeugdgroepen en ook voor de volwassenen. Aikido is heel erg leuk. Je hebt heel veel plezier met allemaal vrienden. Je kan leuk even spelen daar in het hoekje. En je kan hele leuke trucjes leren. En de rol is heel erg leuk. Ik ben meester Jeroen. Ik geef les aan de kaboutertjes. Kinderen van 2 tot 5 jaar. En het is heel leuk, heel bijzonder om te zien dat ze op zo'n jonge leeftijd al zoveel kunnen. En zoveel leren van elkaar eigenlijk. Ja, wat ze zelf heel erg leuk vindt is dat ze leert om de balans te houden. Ze gaat dingen doen die ze voorheen nooit durfde. En wat nog leuker is, ze doet trucjes. Mijn naam is meester Patrick. Ik geef hier bij Aikido Vereniging Bushidojo voornamelijk de jeugdles. Af en toe ook de kaboutergroepen. Wat ik zelf heel leuk vind aan de jeugdles is dat ik eigenlijk dingen die soms af en toe lastig zijn en moeilijk zijn om te leren, dat ik toch op een leuke manier toch die dingen een heel stuk makkelijker voor ze kan maken. En wat uiteindelijk toch altijd een heel goed gevoel geeft bij de kinderen als het eenmaal lukt. Dingen als valbreken, wat bij ieder kind wel eens gebeurt. Dat op een hele makkelijke manier eigenlijk ook dat soort lastige dingen aangeleerd kunnen worden. Je leert jezelf te verdedigen. En als je je verdedigt, heeft mijn vader ook nog gezegd, dan leer je ook beter om te gaan met andere mensen. En dat is gewoon... Ja, dat is wel fijn. Maar het is buitengewoon inspirerend, dat Aikido. In al zijn facetten. Gecombineerd met de conditietraining is het bijzonder leuk om te doen. Wij zijn natuurlijk een andere cultuur dan de Japanners. Naar mijn gevoel heeft Leo daar een goede mix in gevonden. Kijk, het gaat erom dat je plezier in je leven hebt en dat je geluk in je leven voelt. Ja. En als er iets is wat je in deze club toch wel kan vinden, wat is dat? Het is natuurlijk een beetje plat om te zeggen van Aikido is een manier van leven geworden. Dat is het natuurlijk wel een beetje. Maar voor mij, Aikido heeft mij voornamelijk gevormd door het niet opgeven. Doordat Aikido een lange weg is om dingen te leren, vind ik dat een positieve bijdrage levert aan die ontwikkeling van je karakter. Zeg maar, je leert gewoon doorzetten. Banden krijg je niet cadeau, dan moet je keihard verwerken. En elke keer om dat stapje te maken, dat je toch denkt van, nou jongens, ik ben toch weer een stukje verder gekomen, dat geeft toch wel voldoening voor mij. En dat neem je toch wel mee in alles wat je in de rest van je leven ook doet. Dat doorzetten, wat je op de mat leert, dat kan je ook toepassen in je praktijk en in je werk en in je relatie tot met alles eigenlijk. En toevallig heb ik hier gevonden voor mijn dochter. En ik heb gezeten en gezien, oh, dat is leuk. En ik ga even proberen. En Leo heeft mij gevraagd, wil jij dan meedoen? S'avonds en later dag en ochtend. Ja, oké. Okay. Ik ga even proberen. Ik heb het geprobeerd, dus perfect. Ja, nu voel ik me beter. Wij doen niet alleen traditioneel Aikido. Wat ik gezocht heb in Aikido is het martiale. Ik wil het effectieve. De stijl van Steven Seagal die boeide mij enorm en daar zijn we met de vereniging een jaar of 6-7 geleden zijn we er ook mee begonnen om die stijl te beoefenen. Behalve dat heb ik een jaar of 4 geleden Gary Boa Sensei uit Amerika ontmoet en hij is master level Kyushu Jitsu en binnen de vereniging, binnen ons Aikido is hij ons aan het leren hoe je drukpunten effectief kan gebruiken binnen het Aikido. Nou, dat brengt me dan gelijk bij een opsomming van wat we eigenlijk allemaal doen. Want we hebben de kaboutertjes, we hebben de jeugdgroepen en dan hebben we ook nog een splitsing in jeugdgroepen van 6 tot 9 jaar en wat gevorderde jeugdgroepen. Vervolgens doen wij volwassen Aikido. Behalve het volwassen Aikido doen we ook het geven van zelfverdedigingscursussen. Nou, zelfverdedigingscursussen die zetten wij heel vaak op voor dames. En het hele leuke daarvan is dat uiteindelijk vanuit die damesgroep is een Aikido Light groep gevormd. Nou, wat is nou Aikido Light? Onze trainingen zijn best fysiek behoorlijk zwaar. Nou, daar heeft gewoon niet iedereen zin in. Dus uiteindelijk kwamen we erop neer vorig jaar, na het geven van die zelfverdedigingscursussen, dat we met een aantal dames zijn gestart in een Aikido Light groep. Betekent dat we redelijk rustig aan de slag gaan met wat oefeningen en dat we uiteindelijk misschien na een jaar kunnen valbreken, maar we nemen daar gewoon echt de tijd voor met die groep.
precies? Ik ben begonnen met zelfverdedigingscursus. Dat heb ik gedaan vanuit dat ik het in mijn werk kon gebruiken. Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaande gedrag. Ja, Aikido lijkt het eigenlijk de les voordat je dat werk ik Aikido gaat doen. We nemen wat langer de tijd met de warm-up en met de oefening. Het gaat in een wat langzamer tempo. Ja, die technieken die zijn gewoon heel erg mooi bij Aikido. Aikido lijkt vaak wel meer aan, want je bent wel politiegericht, maar iets minder sterk dan bij Aikido zelf. Ja, ik durf nu wat meer te handelen. Eerst stapte ik achteruit, nu stap ik vooruit. Behalve de lightgroepen hebben we dan ook een aparte vereniging opgezet voor het Kyushu Aikido. Dus het Kyushu Jitsu valt erin en het Kyushu Aikido. Mochten we interesse hebben om eens een keer kennis te maken met onze vereniging en onze verschillende stijlen, kom gerust een keer langs voor een proefles. Ik hoop het toch lang te blijven doen.